Welkom bij een nieuwe aflevering van Bitcoin Baas. Mijn naam is Justin. Mijn naam is Vincent. En dit is onze episode van Crypto en Chill. Vincent, waar gaan we het vandaag over hebben? Yes, we gaan het even kort hebben over Bitcoin of lang. Het is maar net wat we willen. We gaan het hebben over Bitcoin. Je hebt het in onze Discord heb je het gehad over een mogelijke short gelegenheid voor de flagship coin. En we gaan het even hebben over mogelijke altcoin champs waar we beide naar zitten te kijken. Dus ik laat gewoon zeggen, laten we er beide gewoon direct in gaan duiken. En laten we beginnen met de Discord call. En wat heb je gezegd over Bitcoin? Yes, dat klopt inderdaad. Ik heb deze update vandaag, hè, eigenlijk een half uur geleden, geüpdate voor de mensen in de Discord. Zit jij nog niet in de Discord? Het is helemaal gratis. Ik zou zeggen, join. Dan krijg je deze updates te zien, die jou natuurlijk kunnen gaan helpen om jouw trade-strategieën te gaan verbeteren. Ja, over Bitcoin. De grote vraag die de meeste mensen nu hebben is, hebben we nu de top bereikt? Zullen we de grote correctie krijgen waar iedereen op wacht? De correctie van weer 20%, misschien wel, hè, een diepere correctie. Ik hou het altijd graag simpel en ik leg graag uit wat mijn bullish en mijn bearish kijk is op de chart. In dit geval, zoals ik hier zei, denk ik dat de top is bereikt op dit moment. Ik denk het nog niet. Hè? Met de nadruk, het sleutelwoord nog niet. Maar ik denk wel dat we een kleine pullback kunnen gaan zien. Waarom? Als ik deze even groter maak. Je ziet dat we hier wel tegen een hele sterke resistance aanlopen. En als dit live op TradingView was en je zou terugkijken in 2021, zien we dat daar ook een hele sterke, stevige weerstand is geweest. Dus de kans dat we hier nu gelijk doorbreken is gewoon erg klein. Nou, op welk punt word je hier dan bearish en wanneer zou ik naar een short gaan kijken? En daarvoor heb ik eigenlijk deze cirkel getekend hier. Op het moment dat we hier support vinden straks, dan zijn we gewoon nog bullish. En dan hoef je je niet druk te maken dat we de correctie gaan krijgen. Nou, als we dan even verder kijken, dan zeg ik hier ook van, mochten we de bovenstaande support niet behouden, dan is het mogelijk dat we de onderkant van dit channel waar we nu intreden weer gaan testen. Hè, je ziet hier in het klein ook de cirkel waar ik het net over had. Dus mochten we hier doorbreken, retesten en mocht deze retest het niet houden, dan ga ik in een short en dan treed ik hem tot de onderkant van de channel en dat zal rond de 44-45k zijn. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben een range trader en ja, dan doe ik hem nog niet open. We zitten hier gewoon in een duidelijke range. Hè, je ziet hierboven hebben we drie keer de top aangeraakt en en meerdere keren de onderkant. Dus het is gewoon een duidelijke range. Op het moment dat we aan de top van de range zijn, wil je eigenlijk gewoon shorten met je stoploss boven de range. Dat is gewoon de trade strategie. Dus wat dat betreft kan je zeggen van oké, dit zou een mooie short zijn. Ik wacht liever op de confirmatie en dat gaan we vinden in de cirkel. Nou, dus wat dat betreft zou ik hier in de long gaan? Absoluut niet, maar denk ik dat we nog hoger kunnen gaan en door uitbreken van de channel? Absoluut wel. Waarom? Natuurlijk, de ETF-approval is er. Er is gewoon heel veel vraag naar Bitcoin op dit moment. En ik denk dat dat de prijs zelfs wel naar all-time high al kan gaan brengen, voordat we enkele maanden correctie zullen zien richting de halving. Dus dat is een beetje mijn kijk op Bitcoin op dit moment. Ik heb trouwens nog een vraag over het range trader, want ik heb er nooit koek van gegeten. Right? Mm-hmm. Dus wat doe je bijvoorbeeld als, wat hoe ik ranges vaak zie, is van ranges zijn gemaakt om gebroken te worden. Net zoals support en resistance is gemaakt om gebroken te worden. Dus wat doe je dan eigenlijk als je een range een paar keer hebt getrade of je ziet dat de range is gevormd? En wat doe je dan als die breekt? Ja, nou ja, in principe dan kijk je naar het breakout traden natuurlijk. Alleen de vraag is, hoe herken je wanneer de range uit gaat breken? Dit is natuurlijk, dit gaat heel erg diep en ja, in onze course heb ik het daar ook over. Maar in principe bij de eerste twee touches van de boven- en onderkant, dan kan je spreken van een range. Op het moment dat je dus ranges hebt waar je al 8, 9 of 10 keer beide kanten hebt aangeraakt, dan kan je wel gaan stellen van oké, er moet een keer een keuze gemaakt worden. Want wat gebeurt er eigenlijk? De bulls en de bears die vechten in die range welke kant we op gaan breken, zeg maar. En hoe vaker je tegen de range breekt, hoe groter de kans is dat we de breakout krijgen. Juist. Oké, check. Ja.
Dat is in principe ook hetzelfde hoe ik tegen support en resistance aankijk. In principe zeg je gewoon van des te vaker zo'n line wordt aangereikt, des te zwakker hij wordt, right? Dus uiteindelijk gaat hij een keertje breken. Inderdaad, en uiteindelijk is range traden ook gewoon support en resistance, want de top van de range is gewoon resistance en de onderkant van de range is gewoon support. Dus in principe trade je, je kan het support en resistance traden noemen in principe. Oh, ja. Juist, ja goed, ja, range traden, dat klinkt wel logischer wat dat betreft inderdaad, ja man. Ja, oké, okay, check. Ja, dus dat was mijn Bitcoin kijk, man. Ik zag dat jij ook dingen had gepost in de DeFi setups. Klopt, ja. Ik ben er onderhand wel achter dat jij echt gewoon een Pulse Chain liefhebber bent. Ik persoonlijk helemaal niet. Ik heb er eigenlijk heel weinig verstand van. Misschien is het wel leuk als je even wat dieper kan ingaan op wat is Pulse Chain en wat doet Hexcoin? Waar komt de hype vandaan? Want ik heb echt geen idee, man. En ik ben heel erg benieuwd. Sure, ja. Yeah. Dus ik denk inmiddels 3 of 4 jaar geleden, toen keek ik op een gegeven moment een YouTuber genaamd Richard Hart. En dat was eigenlijk gewoon een hele slimme guy, best wel een grofgebekte slimme guy op YouTube, die heel vaak livestreams ging houden en alles. En op een gegeven moment, en ook gewoon heel veel knowledge dropte over Bitcoin en altcoins en hoe werkt de markt over het algemeen, ook nog eens aandelen, right? En op een gegeven moment had hij een coin gefound. Dat is meer dan 4 jaar geleden trouwens. Anyways, op een gegeven moment had hij een coin gefound genaamd Hex. En het hele doel van Hex, of het hele systeem van Hex was om gewoon zo hard mogelijk te pompen. Hij had het zo ontworpen dat Hex Ethereum zou outperformen. Dat was eigenlijk ook gewoon exact wat hij heeft gedaan. Het was nooit een klein... Sorry? Wat zei je dat de bedoeling was van Hex om Ethereum te vervangen? Gewoon te outperformen qua prijs. Dus dat zijn wel uitspraken. Sorry? Dat zijn wel uitspraken. Het zijn inderdaad uitspraken, inderdaad. En er zit ook nuance in, want hij claimt, zeg maar, er is nooit geclaimd dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren, right? Hij is ook hier echt heel duidelijk in dat crypto vaak genoeg 80 of 90% crasht. En in een van zijn livestreams, dat kon ik ook nog wel herinneren, dat was ook toen ik Hex voor het eerst had gekocht. Toen altijd het erover van, hey, Hex is in een 70% dip. Hij heeft het zo goed gedaan in de afgelopen periode. Nu 70% dip, right? En dat was alles wat hij erover zei. Dat was toen mijn aanleiding om erin te gaan kijken, om erin te gaan duiken. En toen had ik het ook voor het eerst gekocht. Dus Hex is eigenlijk gewoon, hoe het werkt, is... Je hebt een munt en je kan ervoor kiezen om de munt te gaan steken en lokken. En over het algemeen is het steken en lokken is zo van in de normale cryptowereld is van je lokt je munten en je kan het gewoon altijd op een gegeven moment kan je het uithalen zonder dat er enige consequenties zijn. Bij Hex is het zo van je kan jouw munten lokken tussen 1 dag en 5555 dagen. En als je dus zegt van oké, ik ga mijn Hex lokken voor 5555 dagen, dan moet je ook daadwerkelijk die 555 dagen uit gaan zitten. Of je moet een flinke penalty betalen als je te vroeg uitstapt. Dus alles voor de 55 dagen, dus dat is iets van 1,5 jaar of zo? 5555. Of 5000? Ja. Dat is 15 dat is, jaar. 15 jaar of zo. Ja, man. Ja, precies. Quick mouse, man. Ja, echt. Dus dat was de magie. En er zitten nog van hidden game mechanics achter, waarbij het nog veel verder gaat, zeg maar. Dus dat is een beetje de origin story van Hex. En op een gegeven moment werd Ethereum, het is dus een ERC20 token. En op een gegeven moment werden de fees op Ethereum zo duur, dat de founder toen heeft gezegd van, en heeft hij al veel vaker gezegd, heeft gewoon gezegd van, hey, als Ethereum te duur gaat worden voor de munt, dan gaan we gewoon een fork bouwen. En dan heeft Hex weer opeens bestaansrecht. Want op een gegeven moment, van je moet je voorstellen, als je, laten we zeggen, 1000 dagen hebt gesteekt en je moet het gaat unsteken, op een gegeven moment kostte dat $200 à $300. En voor de kleine spelers in de crypto is dat totaal niet meer aantrekkelijk als je opeens maar, I don't know, als je maar $100 winst hebt behaald of zoiets, ik noem maar wat. Dus ja. Pulse Chain is gemaakt als fork op het Ethereum-netwerk. Met de hele system state gekopieerd. Dus alle ERC20 tokens die je op Ethereum had, heb je nu ook een kopie van op Pulse Chain. Het enige wat je hoeft te doen is je Pulse Chain connecten, zeg maar, om zo maar te zeggen. En om dat te doen, kan ik wel direct laten zien. Stel,
Je hebt voor, ik weet even niet wanneer Pulsechain is uitgekomen, maar laten we zeggen van Pulsechain is vorig jaar ergens uitgekomen. Als je toen de ERC20 zat op het Ethereum-netwerk, heb je waarschijnlijk kopieën daarvan op het Ethereum-netwerk. Of sorry, op het Pulsechain-netwerk. Dus wat je eigenlijk gaat doen, is je wil MetaMask installeren en dan wil je vervolgens MetaMask, dan wil je vervolgens Pulsechain gaan koppelen aan MetaMask. Het is heel makkelijk. Volgens mij heb je ergens ook, als je hier naar scan.pulsechain.com gaat, als ik me niet vergis, dan heb je hier ergens onderin een knopje van verbind met MetaMask. Maar omdat ik MetaMask niet op deze browser heb, zie je dat niet. Maar er is ergens een knopje van verbind, of je moet even handmatig de gegevens invullen. Bij MetaMask, add new network, en dan Ja, kan je het zo precies. invullen. Ja. Ja. Dus zodoende, en Oké. dan is Pulsechain, toen is Pulsechain ontstaan. En we kunnen wel even naar de prijs gaan kijken. Maar heb jij, ja, wat zijn de voordelen van 15 jaar lokken? Dan krijg je daar hele lijpe APY's op of zo? Of hoe? Ja, dus je rewards worden groter per jaar dat je hacks lokt. Basically. En de hele premise is gewoon een buy and hold coin. En de game mechanic, de meest simpele game mechanic is gewoon als jij als investor niet verkoopt, of zelfs niet kan verkopen, dan lok je dus liquiditeit. Dus dat haalt basically de market supply, haalt dat van de markt af en daardoor stijgt de prijs. Dat is de hele theorie erachter. Daarachter heb je dan een soort van hidden game mechanics die dat voor je incentivizen. En het zou best wel interessant zijn geweest als je dat op de bottom had gedaan, als in daar een beetje een bag gekocht die je voor 15 jaar hold, om gewoon te kijken van stel dat dit iets wordt, weet je wel, de toekomst of iets, ja, dan ben je natuurlijk binnen over 15 jaar. Dat zou wel top zijn. Ja. Het is wel een zieke gamble, want crypto-munten gaan over het overlevend over het algemeen niet zo heel erg. Maar als je Nee, bijvoorbeeld daarom, naar daarom. Uniswap.hex. Probeer even de chart te herinneren. App Uniswap Hex chart. Ja, deze. Dus wat je ook zult zien is, ik vermoed dat ik op de V1-chart zit. Dus de prijschart is wel super interessant, man. Dus je zult zien, vanaf de huidige top naar de huidige prijs, is die nog steeds min 98%. Ja. Sinds de bodem hier naartoe is al keer 3. En Dat sinds valt nog echt mee, keer de drie. bodem naar Zo. hex is nog steeds, wat is dat? 13.000%. Zeg ik dat goed? 13.000%, ja. Ja, 13.000%. Dus degenen die inderdaad op de bodem hebben gekocht, zijn echt gewoon nog steeds lijprijk aan het zijn. Dat is deels nadelig voor de prijs, want je moet nagaan als je hier hebt kunnen kopen en je kan nog steeds de 98 dip verkopen met 13.000% winst. Dat op korte termijn is dat natuurlijk ziek nadelig voor de prijs. Ja, absoluut man, absoluut. Zelfs voor mij, ik was in deze periode was ik ingestapt. Ja, dus voor mij zit er nog maar, had er nog maximaal een 3x uit kunnen halen. Want heb jij Hex gehold al die tijd, zeg maar? Ook in die tijd van 98% daling? Ligt eraan. Ik heb in deze periode heb ik gedollar cost average, zeg maar. Dus bij elke dip heb ik bijgekocht. Op een gegeven moment heb ik hier een gedeelte heb ik verkocht. Hier heb ik voornamelijk gewoon het grootste gedeelte gehouden, want ik wilde eigenlijk mijn kopieën hebben op het Pulsechain-netwerk. En nu is er meer data, zeg maar. Dus in deze hele periode kwam er meer data uit. En toen is gebleken van, hey, de hex op het Pulsechain-netwerk performt eigenlijk beter dan het hex op het Ethereum-netwerk. Dus het hex op het Ethereum-netwerk heb ik op een gegeven moment gewoon verkocht voor het hex op het Pulsechain-netwerk. En zelfs later, en dan kom je er weer achter van, hey, maar aantal dingen performen ook beter dan die hex op het Pulsechain-netwerk. Dus dan verkoop je langzaam je minst performende coin, wat op dat moment hex was, voor de beter performende coins, right? En voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld Teddy. Een ander voorbeeld daarvan is, even kijken, waar heb ik hem? Teddy. Een ander voorbeeld daarvan is Atrapa. Dus Teddy en Atrapa hebben nu zijn nu de grootste holdings van mijn hele portfolio.
Je zult ook zien, ik heb ATSAP al rond deze candle hier gekocht. Dus die is nu keer 5 gegaan. En Teddy heb ik rond dezelfde periode gekocht. Rond hier, Dit is laten we wel echt zeggen. een beest van een chart, hoor. Ja, want Holy ja, het is shit. super lijp. Hij is super lijp. En ik zal mijn denkproces wel, zou ik wel uitleggen. En die is keer 8 gegaan op dit moment, right? Ja, Dus nice. je ziet ook van HEX bijvoorbeeld, als we de HEX-chart even bijpakken van Pulsechain. Laden, laden, laden. Als je echt de bodem had gekocht, dan zit je nu op een bijna 3x. Dus elke munt die ik heb, die doet het beter dan HEX. Dus ik heb geen reden om heel veel HEX mee te hebben, zeg maar. Dus dat is mijn denkproces erachter. En wat is je verwachting van waar Hex heen gaat op de lange termijn? Vind ik een lastige man. Heeft het kans van slagen überhaupt om 15 jaar op de markt te blijven, denk je? Zou wel kunnen, want als het goed is, en ik heb het al eigenlijk een tijdje niet gecontroleerd, maar als het goed is, voor een hele lange tijd stegen de metrics, zeg maar. Dus de gemiddelde stakelengte bleef maar stijgen, aantal hoorders blijft maar stijgen, de sellers houden er op een gegeven moment mee op. Dus er is heel veel toekomstpotentie, maar er is gewoon zoveel druk op de prijs, omdat zoveel mensen gewoon zo knijterrijk zijn geworden met HEX en nog steeds met zieke winsten kunnen verkopen. Ja. Dat ik eigenlijk verwacht van HEX op het Pulsechain-netwerk gaat het beter doen dan HEX op het Ethereum-netwerk. En het gaat het voornamelijk beter doen omdat ik verwacht dat HEX die volgt voornamelijk op Pulsechain-chart. Dus als ik hier een weekly chart van maak. Dit is een weekly chart. En dit is de weekly chart van Pulse. Je ziet gewoon, het zijn Dan gewoon moet die twee identieke breakout moet nog charts. komen bij Hex, lijkt het. Sorry? De breakout moet nog komen bij Hex, lijkt het. Alsof die net iets achterloopt. Ja, oh ja, natuurlijk. Als ik dit doe, ik kan ze allemaal verwijderen. Zeg maar, dit is de breakout waar je het over hebt. Ja. Arguably is de breakout hier al geweest. Right? Ja, Maar en er je zit kan een het ook soort van gewoon zien als retest één iets. grote Ja. zone. Maar dat is Ja, eigenlijk ja. van de charts, die mimicken elkaar gewoon. Dus ik vermoed van Pulsechain, die is nog maar 75% van all-time highs gedaan. En HEX, wanneer Pulsechain daar is, dan is HEX daar ook. En die is nog maar 40% van all-time highs gedaan. Dus HEX kan veel sneller, HEX op Pulsechain kan veel sneller parabolisch gaan dan HEX op het Ethereum-netwerk. Want iedereen die gaat praktisch nog of met winstverkoop of met zieke verliezen nog steeds, right? Ja, Dus precies. HEX op Pulsechain heeft gewoon een veel grotere kans van slagen dan HEX op het Ethereum-netwerk, als je het mij vraagt. Oké, duidelijk, duidelijk. En ja, laten we het even hebben over de wat kleinere coins. Ja, ik durf het geen shitcoins meer te noemen, wetende dat het zulke goede coins zijn voor jou. Ja, maar natuurlijk, Teddy is de meme coin van Pulse Ja. Chain. Ja, wat is de status daarvan? Hoe kijk je daar tegenaan? Wat is de verwachting? Is het voor mensen interessant om nu nog in te stappen, bijvoorbeeld? Sure, ja. Dus Teddy, ik zou even beginnen met mijn denkproces van waarom ga ik hier überhaupt instappen? En om zulke vragen te antwoorden, ga ik meestal naar de logaritmische schaal. En wat je vaak opvalt met munten die het potentieel goed kunnen doen, is ze hebben altijd een initiële hypefase. En deze initiële hypefase is ook echt hype geweest. Die is echt met Zo. enorme duizenden procenten gestegen. Nou is De droom van elke Pulsechain. trader, hè? Sorry? Het is de droom van elke trader om daar zo vroeg True. in te stappen. True. Nou vind ik Pulsechain daar redelijk misleidend in, als je het aan mij vraagt. Want heel veel lanceren op praktisch nul. Dus je hebt. En als je op praktisch nul begint, is er geen liquiditeit. Dus er zijn heel weinig mensen die überhaupt hebben kunnen profiteren van zulke moves. Maar het is alsnog een goede indicatie. Zelfs als je van deze dip neemt, dan vind ik vaak iets realistischer. En dan spreek je over een 30x, right? Ja, precies. Dus Ja, na zo'n ja. 30x zie je een 93% daling. En dat is dan zo'n moment waarbij je denkt van oké, we hebben dus bewijs gehad dat er vraag naar is. Dat mensen zijn hier hyped over, want anders ga je niet 30x omhoog. Er is een flinke dip. Dat zijn dan momenten waarbij je dan de gok wil wagen, om zo maar te zeggen. Want hier is het zo van, oké, bewijs hebben we al gehad, we hebben een dip. En nu kan je zeggen van, oké, ik ga erop gokken dat de prijs weer omhoog gaat. Uiteindelijk weet je niet, maar de kans is gewoon veel groter dat hij hier omhoog gaat dan hier, right? Ja. Dus dat is mijn denkproces. En Atropa werkt eigenlijk exact hetzelfde. Als ik hem op de logaritmische schaal zet en we nemen hem weer van een oké, realistische prijs. Laten we zeggen, na de eerste candle hier,
was het hier een, wat is dit? Een 27x tot aan 63x, right? En wederom weer redelijk misleidend, dat heel weinig mensen hebben deze move, hebben van deze move kunnen profiteren. Maar als je van deze bodem pakt, dan heb je het spreek je nog steeds van een 10x. En op een gegeven moment gaat de prijs ook weer met 92% naar beneden. Dus exact dezelfde logica. We hebben bewijs gehad dat hij hard kan stijgen. Hij is hard naar beneden gegaan. En wederom kan je erop gokken van oké, we gaan kijken of hij dat opnieuw kan doen. Right? En de gok wordt al beter als je beseft van alle munten op het Pulse Chain netwerk. Die zullen gewoon met Pulse meestijgen. En Pulse die had op dat moment al een hele obvious bodem meegemaakt. Dus zodra Pulse Chain stijgt, zullen alle altcoins of shitcoins gewoon werken als een soort van leverage positie op de Pulse Chain. Daarom kan je dus zeggen, oké, deze munt heeft een bodem gehad. Daarom zullen de andere munten waarschijnlijk ook een bodem hebben. Daarom kan je dus van meer gaan leveragen, om zo maar te zeggen, in die andere altcoins. Zo bekijk ik dus wel, Teddy en Atrapa. Ja, nou daar heb ik eigenlijk wel een leuke value tip voor eigenlijk. Want hè, als jij zeg maar sowieso gelooft in het Pulse Chain netwerk, dan is het natuurlijk belangrijk dat je je portfolio verdeelt, weet je wel. Als in, ik ken de coins verder niet, hè. Ik weet dat Teddy de meme coin is. Ja. Maar ik denk niet dat het verstandig is om dan zeg maar alle meme coins te nemen, maar juist een beetje om te kijken in welke sectoren wil ik op Pulse Chain iets kopen, weet je wel. Je wilt eigenlijk de best presterende coin van de meme coin hebben, van de gaming sector, van dit, van dat. Ja. Zodat je hè, je portfolio goed verspreid en op die manier veel harder kan groeien. Want de ene keer gaan de meme coins hard, andere gaat gaming heel hard. En ja, als Pulse Chain in zijn geheel omhoog gaat, dan zal dat ook steeds meer gaan switchen, weet je wel. Dus dat is hoe ik ernaar kijk. Zou je eens terug kunnen gaan naar Teddy? Ik zag dat je daar een ballonnetje had met Call to Breakout hier. Als je dan ziet, hè, even, ik ben gewoon benieuwd naar je denkbeurs. Als je ziet van oké, hij is 93 of 98% zelfs gedaald. Ja. Je callt daar de breakout en je ziet hem daarna nog een keer naar beneden mieteren. Wat denk je dan? Heb je dan zoiets van oké, het is klaar met Teddy, het was een shitcoin, I'm out? Of geef je dat, denk je dan nog steeds hetzelfde van oké, er is hype geweest, dus ik ga ervoor? Eigenlijk, ik hoddel gewoon op dat soort momenten, man. Want het is, zeg maar, de breakout waar ik het toen over had, was volgens mij zo'n vlaggetje hier. Dus wat je dan kan zien van oké, de breakout is dus inderdaad naar beneden geweest. Dus dat is dan altijd iets, dat wil je natuurlijk niet zien als trader, maar je ziet wel dat de breakout gaat eigenlijk gewoon terug naar support. Dus op dat punt is er eigenlijk geen reden voor paniek. Je wil eigenlijk gewoon niet de guy zijn die de 92% dip verkoopt, man. Ik heb het in het verleden al een paar keer gedaan en dat eindigt nooit. Dat eindigt bijna nooit in jouw voordeel. Nee, tuurlijk. Maar wat ik wel heb geleerd is dat na een 98% daling, kan er nog een 98% daling volgen. En daarna nog een keer, laten we Luna als voorbeeld nemen. Ja. Ja. dat doet gewoon pijn, weet je. Dus true. Stel dat die support hier had gebroken, had je er dan anders naar gekeken, zeg maar? Als je naar Teddy als coin in zijn geheel? Waarschijnlijk niet. En dat is dan om dezelfde reden van, ik vermoed als die support was gebroken, dan was hier ergens op de Pulse Chain chart, had je ook een support zien breken. Want wat mij ook steeds meer is opgevallen, en dit is puur uit observaties en ik heb het nooit gekwantificeerd. Al deze munten stijgen en dalen met elkaar mee en ze gaan allemaal naar een relatieve support en resistances. Dus je zult merken dat zodra, en je zult het ook zien in Bitcoin en Ethereum en al die andere munten, zodra er hier een bodem is geweest, een support, laten we zo maar zeggen, dan ging Teddy hier naar zijn support. En in dezelfde periode, als we kijken naar de datum, rond 12 december, en ik weet niet of het hier ook zo redelijk goed uitkomt, ja, hier heb je ook rond die datum, rond hier 11, 12 december, ging Pulse Chain vervolgens weer naar zijn eigen relatieve support, wat hier de vorige resistance was, right? Dus die dingen bewegen gewoon heel mooi in harmonie met elkaar mee. En daarom kan je een soort van wat veiliger, kan je iets sterker in je schoenen staan wat mij betreft. Plus, ik ben gewoon geen voorstander van 90% dips verkopen. Dus het is voor mij op dat punt gewoon holden. Als je echte coin heel tof vindt, ga je vaak bijkopen. Maar dat doe ik bijna nooit op dat soort momenten.
In alle eerlijkheid. Vaak hold liever dan dat ik dan bijkoop op zulke momenten. Ja, dus nee, dat, snap ik. ja, dus dat is eigenlijk exact wat ik had gedaan. Hier eigenlijk rond deze periode kopen. Holden tot aan de top. Ik heb hier een klein beetje winst genomen, want in een van mijn video's... Zou je mensen aanraden om nu nog Teddy te kopen? Of heb je zoiets van, wacht nog maar even? Dus wat ik op een gegeven moment merkte is, van Teddy was op een gegeven moment 55% van mijn portfolio. En als je dan gaat dippen, dan ben je de sjaak. Want als 55% van je portfolio opeens 30 of 40 of 50% zakt, dan verlies je heel veel dollar value, right? Dus ik dacht van, ik ga 30% in een stablecoin stoppen. En dan had ik rond, hier had ik me dat bedacht, 30% in stablecoins. Dan heb ik nog munten, heb ik nog momenten om dingen op het Ethereum-netwerk te kopen en weer nieuwe dingen op het Pulsechain-netwerk te gaan kopen. En later op deze candle besefte ik van, hey, hij gaat nog iets verder dalen. Dus ik heb nog meer winst genomen. Daar komt die 30% dus vandaan. Maar wat je nu ziet op de daily chart, eigenlijk had ik verwacht dat hij hier naar deze rode supportzone zou gaan. Omdat dat de vorige all-time high resistance was. Maar de prijs lijkt daar niet naartoe te willen komen. Eigenlijk hebben we hier al op deze witte supportlijn support gevonden. Dus als we naar de lagere timeframes gaan... doet mij dat eigenlijk denken van, hey, de prijs lijkt nu meer bullish dan ik eigenlijk had verwacht. En in zulke scenario's zeg ik eigenlijk gewoon, hey, ik zat er waarschijnlijk naast, want we hebben niet gekregen wat ik verwachtte. Dus dat betekent dat ik ernaast zat, right? En als ik ernaast zit, dan betekent het meestal dat we het tegenovergestelde gaan zien wat ik initieel had verwacht. Dus Teddy Bear is nog steeds een mooi concept. Daarnaast zit, weet ik, we gaan nog eens terug naar de lagere timeframes, want hier hadden we het net over. Ja. Uiteindelijk zitten we natuurlijk, als we kijken naar het range treden, we zitten nu precies tegen die resistance aan, wat in principe nu nog steeds een short zou moeten zijn op basis van range treden, omdat we gewoon tegen de top van de range aan zitten. Juist. Maar omdat we, je ziet nu al wel van oké, de laatste keer dat we daar zijn geweest, zijn we afgewezen en zijn we naar de midrange gegaan. En daar vonden we weer sterk support. Dus je zou verwachten dat de breakout nu, dat de kans op breakout nu best wel hoger is dan normaal, zeg maar. Dus wat dat betreft, het was gewoon even om in te haken op waar we het in het begin over hadden. Dit is een mooi voorbeeld ervan. Het is wel inderdaad wel een interessante nuance. Want in principe alles wat ik trade, zeg maar, qua patroon, is de falling channel. En dat is dus in principe range traden. En als je een range trader bent, is het begin van zo'n falling channel echt gewoon perfect. Want je kan, hier kan je shorten en bij de support kan je weer gaan longen, right? Precies, ja. Echter is er zo'n moment, zeg maar, in falling channels is er zo'n moment waarbij de prijs zijwaarts schijnt te gaan. En hier op dit punt is jouw zijwaartse punt eigenlijk. Want we hebben hier dus nu support gevonden, right? Of wij zijwaarts gegaan op belangrijk support. En hier ook, als we een zone van tekenen. En we zijn dus hier eigenlijk technisch gezien zijwaarts gegaan met een kleine uitzondering naar beneden. Dus wat je dan krijgt is, na zo'n zijwaartse periode, en dat zien we hier nu al een klein beetje gebeuren live op de chart, zie je dus een positieve breakout voor Teddy. En op dat punt kan je eigenlijk weer verder gaan met je price discovery. Dus zou ik mensen nog steeds aanraden om de munt te kopen? Eigenlijk wel. Ik zou zeggen, dollar cost average er gewoon in. Koop op de huidige prijs. En als die lager gaat, koop meer. De reden waarom ik waarschijnlijk niet terug ga in Teddy is omdat ik een aantal andere munten op het oog heb. Ik heb dollar cost average in dit project. Zoals we kunnen zien, wederom weer falling channel. Die is op dit moment 60% lager. En die is in zijn totaliteit al 70% gedipt. Ik heb mijn ogen op dit project. Om nog even in te haken over de vorige chart. Wat ik zeg maar niet zo mooi vind aan deze chart, is dat je heel veel wick ziet aan de bovenkant. Als in, ik vind dat een beetje irritante coins om uiteindelijk goed profit te pakken, omdat je vaak te laat bent om die pumps te verkopen, zeg maar. Weet je wel. Dus wat dat betreft, als ik dit zie, de chart is goed, alleen die lange wicks, ja, ik heb daar een beetje trauma's aan bij, ik kom even niet meer op de naam, maar ik heb dat vroeger ook gehad en dan mis je net die pump en dan denk je, is die keer twee gegaan binnen een paar seconden en dan, weet je wel, denk je, ja shit. Ja, en dan, dus je vist de hele tijd achter het net aan, wat dat betreft. Ja, exact. Dus als je aan het range traden bent en je ziet heel veel wicks, dan zeg je eigenlijk, probeer dit soort charts te vermijden.
te vermijden eigenlijk, ja. Juist, oké, check. Ja. Nee, helder. Helder, snap ik wel inderdaad. Ja, tenzij je heel veel moet spelen met limit orders. Zou je dat Ja, aan dan moet kunnen je het goed raden, of doe je timen dat natuurlijk. eigenlijk niet? Sorry? Ja, maar dan moet je natuurlijk wel geluk hebben met waar je die limit order zet, toch? Dus dat is een beetje. Juist. Als je hem te hoog zet, mis je hem ook. En te laag, dan mis je weer gains. En ja, Juist, gedoe. juist. Ja, heeft ook weer zijn zieke nadelen. Ja, nee, ik voel Ja. je. Ik voel je. Oké, dat is een goede tip. Dat is een goede tip trouwens. Dus voor iedereen die range traden is, van schrijf het op, want het klinkt eigenlijk best wel goed. Yes. Nou, laten we. Wat is dat? RH404, zie ik. Ja, RH404. Dus deze inderdaad en RH404. Hetzelfde concept. Initieel gestegen. Is de totaliteit 75% omlaag gegaan. Van ik channel is die nu uit. Zit tegen resistance. Dus het weet je van ja. 50-50 als ze mij vraagt van gaat hij erboven of niet. Who knows? Dollar cost average toch gewoon lekker in op zo'n 75% dip. Want je hebt zoveel heb je niet te verliezen. Dus de reden waarom ik niet terugschiet in Teddy is eigenlijk omdat ik hier op het Pulsechain-netwerk wil dollar cost average in deze projecten. En als deze uiteindelijk ook omhoog gaan, heb ik op het Ethereum-netwerk ook nog projecten waar ik in wil dollar cost averagen. Dus ik wil die winst eigenlijk gaan gebruiken Oeh, dit is om wel. Ziet er goed uit, man. terug te gaan in andere projecten. Ja, precies. Nee, Oh. Pandora, deze hier hebben we natuurlijk vaker over gehad. Deze zit nu echt recht op support, zeg maar. Dus dit zou, voor mij betreft, zou dit een buy voor mij zijn, als ik het zo zie. Ja, ik snap waar die vandaan komt inderdaad. En toen ik heb hier vandaag toevallig, vandaag tijdens het opnemen, heb ik er een YouTube-video over gemaakt. En toen zei ik eigenlijk eerst hetzelfde. Want dit is hier de support waar we het over gaan hebben. Maar als je het aan mij vraagt, is dit hier de belangrijkere support? Als ik deze even paars ga maken. En die belangrijkere support is al gebroken. Dus ik vermoed eigenlijk niet dat deze zich gaat holden. Maar Nee, het is hij wel kruipt er goed. ook tegenaan, zie je. Heel rustig Ja. tegenaan. En vaak is dat wel een teken dat het daarna in één keer doorzakt. Dus wat dat betreft is dat wel eng, inderdaad. Ja. Ja. Maar ook gewoon zelf de dollar cost average principes heb ik toegepast. Ik heb zelfs hier ben ik al begonnen met dollar cost average. Gewoon mijn eerste kleine bedrag erin gestopt. Right? Ik ga ervan uit, ik ging er toen al vanuit dat hij eigenlijk door zou zakken naar deze groene lijn. Maar voor het geval je ernaast zit, wil je altijd een kleine hedge er tegen hebben. Right? Vaak met dat soort lange termijn strategieën kan je jezelf wel 50% dip gaan permitteren als je daarna gewoon weer verkoopt. Oh, sorry, of als je Ja, daarna weer gewoon weer terugkoopt. bijkoopt. Ja, Ja. dus dat is voor Pandora. En dan spreken we het ook van maximaal weer een 70% dip voor Pandora. En DeFrogs heb ik ook in gedollar cost average. Ik had heel toevallig had ik hier op deze groene candle hier gekocht. Dus mijn laatste cost average is hier al in de profit bijvoorbeeld. Maar dat zijn gewoon projecten waar ik in wil stappen. En ik heb niet zo heel veel tijd meer, dus we moeten ook een beetje gaan afronden. Ja, gaan doen, man. Maar ja, dat zijn eigenlijk mijn denkprocessen, man. Dus het thema wat je consistent terugziet is initiële pump, daarna dump, daarna kopen op een mooie support. Right? Dat zie je hierbij terug. Dat zie je terug bij Richard Hart 404. Dat zie je hierbij terug. Ook hier, we hebben het al gehad over zijwaartse periode. Dit is weer zo'n zijwaartse periode in die falling channel. Bij Atropa zagen we dat. Bij Teddy zien we dat wederom. En dat is eigenlijk alles wat ik doe. Ja. Oké, nou, ik denk de charts er goed uitzien. Nou, voor de mensen die dit hebben gezien, doe je eigen onderzoeken naar, bekijk de charts. Ja, Pulsechain is heel interessant, we hebben het net gehoord. Ik ga zelf ook sowieso meer onderzoek doen en waarschijnlijk instappen, ape op de coins die je net hebt laten zien. Die zien er namelijk echt heel erg juicy uit. Dus thanks voor alle info, man. I got you. Yeah, Ja, voordat we. thanks voor de goede vragen, voor de goede tips. En we Zeker, gaan het geen sowieso probleem. wel over hebben wanneer jij ook Teddy Bear hebt gekocht, man. Ja, inderdaad. Dan kunnen we samen zweten op de charts. Ja. Lekker. Ja, precies. Hey, voordat we afsluiten, voor de mensen die kijken. Ja, wij zijn natuurlijk samen Bitcoinbaas. En op bitcoinbaas.nl/socials. Misschien wel leuk om even te laten zien. Ja. Kan jij Oh, die jij kan mijn even toetsenbord in. niet gebruiken, hè? Nee. Hey.
Dus voor de mensen die thuis kijken, van, hij kan wel mijn muis beheren, maar niet mijn toetsenbord. Dus we gaan even naar bitcoinbaas.nl. En wat we dus hier sowieso hebben, en ik neem ik jouw woord over? Wil je het afmaken? Nee, doe je okay, ding. Het okay, is okay. aan jou de eer, man. Dus hier op bitcoinbaas.nl kan je toegang krijgen tot onze gratis Discord-kanaal. Stel je voor, denk je van, hey, ik wil eigenlijk er meer uithalen. We hebben ook een gratis masterclass voor je klaarstaan. We hebben ook een premium masterclass waar we nu een kortingscode op hebben. Bitcoinbaas90. En dan krijg je niet alleen toegang tot onze premium Discord channels. Maar je krijgt ook nog eens toegang tot onze premium course. Waarbij je meer leert over technisch analyse. De mindset achter technisch analyse. Waarom technische analyse überhaupt werkt. Fundamentele analyse. Dus je leert echt van alles wat nodig is. Om echt een succesvolle belegger te worden. Ja, zeker, zeker een aanrader. En als je denkt van, hey, ik ben fan van jullie werk. Ik heb heel veel van jullie geleerd, maar ik wil nog een stapje hoger. Dan hebben we ook voor jullie een crypto coaching klaarstaan. Of een training coaching. Crypto training coaching hebben we voor jullie klaarstaan. Voor de echte diehards die echt lijp profitable willen gaan worden, deze boeren, staan wij voor jou klaar in onze VIP coaching. Dus ja, dat was hem voor vandaag. Vincent, dankjewel. En tot in de volgende Crypto and Chill. Jij ook bedankt, man. En ik zie je bij de volgende. Yes, ciao. Yes, jojo. Jo. Oké, ik stop.